Hallo meisjes, ik ging vandaag en in het weekend shoppen. En ik ben in het weekend bij de Rituals langs geweest. En ik kocht er een paar productjes. En ik was degene die mij volgen trouwens op Instagram, konden dat al zien. En ik was zo blij met deze productjes dat ik er een paar nieuwe wou kopen. Nu, de nieuwe heb ik niet gekocht bij Rituals, maar bij de Ici Paris Excel. Omdat ik weet niet of jullie dat weten. Het heeft ook eigenlijk niks te maken met deze video, maar het is wel handig, denk ik, als jullie dat niet weten. Bij Mastercard en Visa heb je een spaar- en plukprogramma. En elke keer dat je voor 25 euro betaalt, krijg je een punt. En per 5 punten krijg je eigenlijk een bon van 5 euro. En die bon van 5 euro kun je gebruiken als je terug met Visa betaalt bij aankoop van minstens 25 of 50 euro bij verschillende winkels. En dat kun je natuurlijk vinden op de achterkant van de bon. Bijvoorbeeld Rituals kun je ook bij Ino vinden, maar daar moet je 50 euro voor 50 euro kopen om een bon van 5 euro te kunnen gebruiken. Bij Ici Paris Excel is 25 euro voldoende. Is wel interessant voor Rituals. Ik zal eens kijken welke producten ze daar hebben. En ik was niet op zoek naar bodyproducten, maar naar homeproducten. De winter komt er weer aan. Ik merk dan aan mezelf dat ik altijd dat ietsje meer gezelligheid wil maken in huis. En hoe kan je dat beste doen? Door geuren, door geurkaarsen, door geurstokjes. Ik begin met de zak van Rituals. Ik heb daar al één product van geprobeerd en uitgetest. En dat is deze kaars. Ik heb die voor de gelegenheid terug in de doos gestoken. Dit is een limited edition kaars voor de winter. Dit is de Sacred Fire White Patchouli en Cedarwood. En dit is een heerlijke kaars. Ik denk dat ik al moet toegeven dat dit mijn favoriete Rituals geur is. Het is een zoete geur, maar niet te zoet. Sommige geuren kunnen te zoet zijn. Dat haal ik vandaag wel met de Rituals geur. Ik weet niet hoe het komt, maar vandaag vond ik alles net heel zoet ruiken. En ik had daar niet zoveel zin in vandaag. Maar deze is heerlijk, want die is zoet, maar die wordt afgezwakt door iets houtachtig dat in de geur zit. En wat ik ook heel leuk vind is, op de achterzijde van de kaars staat een spreuk. Nu, ik ga die niet verklappen. Ik ga jullie die zelf laten ontdekken, want dat is volgens mij het leukste. Want anders kun je niet zelf meer ontdekken als ik jullie alles al toon. Dus ik ga deze gewoon hier zetten, maar ik ben vrij zeker dat deze in mijn favoriete film terugkomt, want ik vind dit een heerlijke geur. En deze stond voorlopig op mijn beautykamer waar ik hier film. Nu, ik zal deze naar beneden verhuizen naar de living, omdat ik daar wel een leuke geur wil. En dat is wel gezellig, zo'n kaarsje als je met je tweetjes samen naar tv aan het kijken bent. Op hetzelfde moment kocht ik ook nog een andere kaars. En dit is deze Lotus Secret kaars. En dit is een reinigende geurkaars. Dus ik denk als er dan iemand zou gerookt hebben, dat die geur zou moeten verdwijnen. Nu, daar weet ik niks van. Want bij ons wordt er niet gerookt. En daar ben ik blij om. Dat vraag ik ook. Maar dit is een eerder bloemige geur. Ik vind hij wat denken aan spas, aan waspoeder, aan van alles en nog wat. En het is eentje gemaakt van witte lotus en gigiren. Dat is een bloem waar ik nog nooit van gehoord heb. En trouwens, alle kaarsen van Rituals zouden 50 uur moeten branden. Wat eigenlijk wel redelijk veel is. En dan kocht ik tot slot nog in de Rituals deze. Nee, die kocht ik niet, die kreeg ik. Ik kocht nog zo'n doosje thee, maar die heb ik aan mijn vriend gegeven, zo'n zwart doosje thee. Ik denk dat de English Breakfast met bergamot is, ik ben niet zeker. Maar die rook zo lekker in de winkel. En aangezien wij beide theedrinkers zijn, en hij nog meer dan ik, wou ik dat gewoon meenemen voor hem. Dat kon niet missen als cadeau. Maar dan kon ik gratis, omdat ik voor 40 euro gekocht had, een mini stokjes set kopen. Dus ik koos deze Under a Fig Tree. Dit is een heerlijk zoete geur en dit is met de geur Fresh Fig en Copaiba. En trouwens, die kaars kostte 17,50 euro, de geurstokjes, de kleine versie 12 euro, maar die blijven maar 2 à 3 weken goed.
Dan ben ik nog naar de IC Paris Excel geweest, zoals ik al zei. Ook daar vond ik één kaars. En dit is... ja, dat vond ik wel jammer. Ze hadden nagenoeg geen kaars in de IC Paris Excel. Ik weet niet of dat uit het assortiment gaat. Op de site zag ik er ook bijna geen staan. Maar ik zag er ene staan en het was wel één die ik al had. Ik vermoed dat dit de doos is van vorig jaar, want ze ziet er licht anders uit. En ze is ook redelijk beschadigd, dus dat vind ik wel minder. IC Paris Excel, maak alsjeblieft dat jullie dozen er mooi uitzien, want dit is zonde. Omdat het voor eigen gebruik is, vond ik het niet erg. Maar stel nu dat je dit als cadeau wilt geven, dan lukt dat gewoon niet meer. Dus ja, nee, dat vind ik wel minder. En dit is de... zelfde Sacred Fire kaars als degene die ik eerst liet zien. Gewoon wat mijn geur is. Allee, omdat die geur zo lekker is, heb ik gewoon al een tweede gekocht. En ik denk dat ik binnenkort nog een tweede ga kopen. Allee, nog één ga kopen, want het is gewoon een limited edition. Ik bedoel, die komt maar één. Ik geloof dat ik die vorig jaar ook gezien heb, dus die doos doet mij dat bevestigt dat. Maar ja, die komt maar jaarlijks terug, dus ik wil echt wel... inslaan die geur, want dit vind ik de lekkerste van de rituals die ik opgeroken heb. Weer wat setjes geurstokjes. Ik kocht de 3 minis. Ik kocht de Lotus Secret ook in geurstokjes. Dit is hetzelfde als die tweede kaars. Dan kocht ik de Hammam Secret. Dit is met fresh eucalyptus en rosemary. Die vond ik heel lekker ruiken in de winkel. En tot slot heb ik hier nog de Sweet Sunrise. Dit is een zeer zoete citrusgeur. Dus ja, die vond ik ook al heel lekker in de winkel. Dus allee, in de rituals toen ik die eerst kocht. Maar ik had toen de voorkeur gegeven aan de 2 andere geuren van kaarsen. Dus nu heb ik de geurstokjes ervan gekocht. En dan natuurlijk heb ik nog wat staaltjes bijgekregen. Bij de rituals kreeg ik... dit staaltje, ik geloof dat het een bodymelk was. Oké, dat vind ik wel minder. Ze hebben nergens een stickertje erop geplakt wat het is. Dus eigenlijk is het een raadsel. IC Paris Excel kreeg ik ook een paar staaltjes. Ik kreeg heel veel staaltjes van Dior. Allemaal hetzelfde. Geen idee waarom ik er zoveel kreeg. Nu ja, dan kan ik het zeker en vast goed uitproberen. Dit is de Dior Skin Forever Flawless Perfection Fusion Wear Makeup. Ik vermoed dat dit een foundation is. En dan kreeg ik ook nog dit staaltje van Dior. One Essential Serum. En dit staaltje van nog eens van Dior. Capture Total Triple Correcting Serum Foundation Wrinkles, Dark Spots en Radiance. Ook een foundation. En dat was eigenlijk wat ik geshopt heb. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik ben om samen met jullie een van de geurstokjes te openen. Om hier in mijn beautykamer en / bureau te zetten. Dus ja, dat gaan we dan nu samen doen. Ik heb gekozen voor de Sweet Sunrise. Zodanig dat ik bij het make-up een onmiddellijk goed wakker ben. En het komt in een vrij lange doos. Die even openen. Dan het eerste wat je er kunt uithalen is dit. Gewoon een kartonnetje waar het flesje bij vast blijft zitten. En de stokjes. En dan volgt natuurlijk het flesje. Even kijken. Dit is het flesje. Daar zit een dop op. Ah, en dan moet je dit los schroeven waarschijnlijk. Heerlijk. Sorry, ik vind dat echt heerlijk zo'n... en dan maak ik de stokjes los. En dan steken we dat in het flesje. En dit zou... nee, deze nog niet. Er is nu een nieuwe formule. Waarbij dat je de stokjes niet meer hoeft te draaien. Bij deze wel nog. Dan neem je de houten dop. En die zet je er terug op. En dan zullen de stokjes de geur opzuigen en vrijgeven aan de kamer. Ik vind het er heel leuk en schattig uitzien. Ook vind ik het leuk dat toch hier nog eens de geur erop staat. Sweet Orange en Stier. Wat ik wel jammer vind is de geurnoten staan erop, maar niet de geurnaam. Dus hier staat bijvoorbeeld niet Sweet Sunrise op, maar Sweet Orange en Stier. Nu, ik zal in het artikeltje...
kant, hè. Tot de volgende keer. Dag.